Hey iedereen, ik ben Stien en ik ben nu onderweg naar mijn broers kamer. Want ik heb voor hem zijn favoriete ontbijtje klaargemaakt. Namelijk een boterham met extra veel speculoospasta. Want ik wil hem verrassen en bedanken omdat hij mij altijd kan doen laten lachen. Ook al zit ik nu de hele tijd thuis en werk ik hem soms wel op de zenuwen. Maar dus ik ga hem nu verrassen met zijn favoriete ontbijtje. Let's go. Dank je, yes. Merci om mij altijd mee slapen. Oké. Jens is een goede slaper. Ik zal het gewoon aan zijn deur leggen. Maar ik weet misschien wel iets anders. Het is waar ik echt wel goed in ben. Everybody make some TikTok. TikTok. Thank you. And you, and you. I love you, friends. Do you love me too? I'm through, I'm through, I'm through. It's the quarantine anthem. Turn it up and throw attention. Superleuk, niet? Maar ik heb niet alleen mijn broer bedankt. Ik heb ook Steffi bedankt voor haar luisterend oor. En Nanu voor haar zalige ASMR-video's. Maar ken jij een BFF, broer, zus, ouders of iemand die echt super hard moet werken deze periode, die je graag wilt bedanken? Dan kan je deze TikTok altijd nadoen op deze sound. Maar dat moet natuurlijk niet. Je kan ook altijd iets anders kijken of doen. Gebruik daarbij wel zeker de hashtag Rode Neuzendag tegen corona. En dan kan jij iemand nomineren op jouw beurt. Ik laat in mijn volgende video de beste bedankingsvideo's zien. Oké, en dan ga ik nu mijn nominatie bekendmaken. Steffi, ik nomineer jou om een video te maken voor een persoon die jij wilt bedanken. Veel succes. Dag. Muah.